Mitchell Dykes, goeiedag. Sorry man, als ik jou al zie, moet ik al lachen. Waarom? Ja, gewoon, je hebt een positieve, leuke uitstraling. Je bent begonnen bij Volendam hè, in de jeugd. Hoe, heb je altijd als kind af aan al die droom gehad van ik wil prof worden? Ik ben begonnen bij FC Purmerend, want ik ben geboren in Purmerend. Toen ik 10 was, zei Volendam van, nou ja, we vinden je een interessante speler, wil je bij ons stage lopen? Toen had ik een weekje daar stage gelopen en toen zei ze van ja, je bent goed, wil je bij Volendam spelen? En toen dacht ik bij mezelf, ja leuk. En toen was ik 15, toen speelde ik een heel goed seizoen. Toen mocht ik met Nederlands elftal onder 16 mocht ik mee. En toen speelde ik met Ajax jongens, Feyenoord, PSV spelers. En toen had ik ook nog gescoord. En vraag me niet hoe, want ik scoor bijna nooit. Hoe dan? Ja, afstandsschot. En toen kwam Ajax en zei van ja, oké, we willen eigenlijk wel van dat je 3 dagjes bij ons komt trainen. En toen had ik een stage gedaan en toen zei ze ook van ja, je doet het goed eigenlijk. We willen je eigenlijk wel vastleggen. En toen begon eigenlijk het balletje te rollen van, nou ja, misschien kan er wel wat in zitten. Ik had nooit echt, zeg maar, dat ik dacht van, oh, ik wil echt profvoetballer worden of zo. Tuurlijk keek ik wel met mijn vader de Champions League en dat soort dingen. Maar nooit echt dat ik dacht van, oh, ik wil profvoetballer worden. Je hebt een prachtig rijtje met clubs al achter je naam staan. Heb je ook ergens gezeten waarvan je denkt van, ja, ik zit hier omdat het moet, maar eigenlijk... op het begin niet, maar later wel bij Vitesse. Had ik het wel moeilijk. En toen had ik ook zeg maar, soms op trainingen dacht ik bij mezelf van ja, pff, ja, omdat het moet. Hoe komt dat dan? Nou ja, ik ben van Bologna natuurlijk naar Vitesse gegaan. En ja, allemaal mooie verhalen van ja, Mitch, we willen je heel graag hebben. Eerste training, beschadiging in mijn meniscus, moest ik geopereerd worden. De trainer wordt ontslagen, andere trainer, heel ander systeem. Dus dat een beetje. Zo ging het eigenlijk. Mm-hmm. Wel een paar wedstrijden gespeeld bij onder Cocu. En op een gegeven moment kwam ik zeg maar, op de bank terecht en ja, niet meer erin gekomen. En dat was dat moment waarvan ik wel heel erg zwaar. En ook best wel een mentale tik gekregen. En ja, sindsdien heb ik eigenlijk niet meer echt op voetbal gericht, maar meer op mentaal vlak. En ja, ik denk dat het zeg maar in mijn leven heb ik altijd zeg maar alles gebeurd met een reden. En dit moest ook gebeuren. Ook gewoon meer van omdat ik op mentaal vlak meer stappen kon ondernemen. En hoe heb je dat met het mentale gewoon opgepakt dan? Veel dingen gedaan. Psycholoog, acupunctuur. Ik heb heel veel dingen gedaan. Dus dat zat wel diep bij je dan? Ja, ik had wel ook gewoon zeg maar, ik werd van... Vanaf 18 had ik mijn debuut gemaakt bij Ajax. En ja, om zeg maar heel diep in te gaan. Je bent eigenlijk altijd een voorbeeld geweest voor heel veel jongens. En als je 18 bent, je bent nog jong. Je hebt niet echt een vader gehad. En je bent eigenlijk altijd opgegroeid met je moeder. Moest je heel snel volwassen worden. En als jij dan zeg maar op een feestje kwam of een verjaardag van familie of iets, was het altijd van, hey Mitchell Dykes, hoe is het met voetbal? En nooit is van, oh Mitch, hoe is het met jou? En op een gegeven moment zat ik alleen maar met voetbal. Ik wist niet eens mijn eigen eigenschappen meer, hoe ik als persoon was. Omdat het altijd om voetbal ging. En ja, ik denk zeg maar richting de derde, vierde jaar van Bologna, toen merkte ik echt zeg maar van, wow. Oh, ik heb echt wel dingen gemist, zeg maar. Gewoon familie, mezelf ook gewoon echt best wel kwijtgeraakt of iets. Mm. En dat heb ik eigenlijk, zeg maar, in Vitesse-tijd heb ik dat eigenlijk wel ingehaald. Misschien ook wel omhoog gekomen? Eigenlijk. Ja, want ik ben ook wel iemand, zeg maar, ik krop heel veel dingen op. Ja. En op een gegeven moment barst de bom. En vroeger had ik natuurlijk, ging je uit of ging je drinken daar of met vrouwen of weet ik veel. En dat is allemaal een uitweg. En nu merk ik echt, zeg maar, voel ik echt zeg maar, rust in mezelf. En nu merk ik ook van op het voetbalveld, met mijn vriendin, dat het gewoon nu allemaal vanzelf gaat. En vroeger was het echt zeg maar, een soort uitweg of zo. Dat ik gewoon dingen deed eigenlijk wat niet goed was. Ja. Ja, mooi, een serieus interview met Mitchell, man. Ja. Nu tussen, zullen we gaan zuipen? Ja, nee, niet meer. Nee, mooi. Vanuit Willem II had je ook een goede periode. Toen kon je onder andere naar Feyenoord toe. Ja.
Ik weet ook dat je daar gesprekken toen destijds gehad hebt. Ja. Ik weet ook nog, ik kan me ook nog herinneren dat jij hele mooie woorden had over Feyenoord en de Kuip en het legioen. Zijn je daar nog steeds achter? Om terug te keren naar Feyenoord? Nee, ik vind Feyenoord echt een hele mooie club. Ja, en tuurlijk, ik heb Amsterdamse ouders, ik woon in Purmerend, dus ja, het is ook een beetje Amsterdamsachtig. Ik ben wel echt een Amsterdamse jongen, maar ja, elke keer als ik speel in de Kuip, ja, ik krijg kippenvel. Ja, het is echt een supermooi stadion, hele goede fans, altijd eigenlijk wel de 12e man. Dus nee, ik heb nooit een verkeerd woord voor Feyenoord gehad. Ja, en toen het eigenlijk eruit kwam, zeg maar, dat ik gesprekken had, ja, toen kon ik beter geen Instagram mijn DM's bekijken. Want heel veel Ajax-zieden en van ja, als je daarin gaat, dan gaan we je bedreigen en weet ik veel allemaal. Terwijl ik eigenlijk alleen een gesprek had gehad met Feyenoord en dat ik had gezegd van, ik vind het een hele mooie club. Dus ik ga ook heel eerlijk zeggen, ik denk dat heel veel spelers, maar ook fans van Ajax, als jij de kans krijgt om ergens anders te gaan bij Feyenoord of weet ik veel, dat ze misschien ook wel gewoon zeggen van, nou, ik doe het ook. Ik heb eigenlijk altijd een Ajax hart gehad. En als Overmars je belt en in die tijd... Moet ik zeggen, in die tijd speelde Ajax altijd voor het kampioenschap en voor de Champions League en dat soort dingen. Dus, en Feyenoord toen niet. Ja. Dus ja, dan vind ik toch wel op voetbalgebied, of sportief gebied, ja, vond ik dan zeg maar Ajax op dat moment vond ik beter. Dus ja, dan zou ik eigenlijk altijd voor het sportieve gezien, zou ik daarvoor kiezen. Wat is het allermooiste om profvoetballer te zijn? Wat is daar het allermooiste aan? Dat ik over 5 jaar lekker met mijn ballen in de zand lekker kan rentenieren. Nee, gewoon lekker dat je gewoon als jonge jongen, dat is, ja, je hobby, dat je dat gewoon lekker kan doen. Je kan lekker in de weide rennen en als ik geen blessures heb of iets, ja, dat is het mooiste beroep dat je kan hebben. We zijn bijna bij het einde. Jammer. Wat zijn je verdere doelen het komend seizoen en de komende seizoenen? Ik heb natuurlijk met Danny wel een goede connectie en we praten veel. Ja, ik wil gewoon lekker, ja, het liefst 34 wedstrijden, maar dat gaat nu dan niet. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen, zoveel mogelijk kilometers maken en laten zien gewoon dat ik fit ben. En dat ik zonder blessureleed een seizoen kan spelen. En en dan zien we wel. Ik wil ook gewoon Fortuna bedanken dat ze me hieruit hebben gehaald en dat ze toch wel nog mijn kwaliteiten wel zien. En ja, dat wil ik ook gewoon terugbetalen en ik wil gewoon nu zoveel mogelijk wedstrijden spelen en dan zie ik wel in de zomer wat er dan gaat gebeuren.